Hoe, hoe, hoe was je jeugd in uh, Rotterdam, wat deed je toen, kom je uit een groot gezin, uh, wat, wat is het? Wat is... Um, ik kom uit, uit Rotterdam-West eigenlijk, ik ben geboren uh, in Delshaven, tegenover Mullepier, waar die kermis altijd is. Ja. En toen ik, uh, ik denk zes of zeven, toen een zusje was geboren, zijn we verhuisd naar Hoogvliet. Um, dus ik heb nog een broer van drie jaar ouder en een zusje van een zes jaar jongen. Um, ja, dat eigenlijk man hoe, hoe, hoe had jullie het breed toen je klein was? Hoe was het? Hoe was life? Waar ja, die was ouders gewoon, waren ook, mijn ja. Life was gewoon ups en downs, man. Ja. Het Was gewoon ups en downs vanaf vroeger. Um, mijn vader was uh, gewoon uitsmijter, portier. En je weet, met die dingen komen altijd boeven leven, kom altijd ja. bij zulke mensen. Je weet toch? Dus hij deed ook gewoon zo boeven dingetjes. Hij was uh, bodyguard van mensen. Hij heeft veel dingen meegemaakt met mensen uit het buitenland om zeg maar klusjes te doen okay. of stories te fixen. Je weet ja. toch? Maar dat um, kreeg je al mee of dat heb je pas later meegekregen? Nee, ik kreeg het al mee, want hij was zeg maar met een, uh, een vriend van hem, Ben, um, waren ze toen naar Tsjechië gegaan, naar Praag. En die man kwam gewoon bij ons over de vloer, zijn vrouw ook en zo. en we hadden toen al een Merry met tv achter, snap je? Dus ja. ik, ik wist al van hey, deze mensen zijn aan, tv achter in die, in die bakje En dit is, ik weet niet, het was misschien tien jaar of zo, misschien twintig jaar geleden, is dus 2003, 2004, ja. snap je? En toen eindelijk ging hij met hem naar, uh, naar Praag. Hadden ze daar een meeting met een of andere uh, mafiozo. In een uh, gebouw of in een kasteel. Uh, mijn pa. Ik, ben ook, zeg maar, ik was vroeger altijd spits, toch? Dus er gebeurde als ik word gelijk wakker. Dit, uh. en mijn pa legde in elk geval uit toen van. Uh, ja, die deur gaat open. Zeg maar die slaapkamerdeur. Wij zijn naartoe genomen te praten. En die man, met die Ben met wie hij is, staat voor hem. En die wordt gewoon uh, zo geklaard, zeg maar, snap je? Waar je bij was? Waar mijn stiefvader bij was, snap je? Waar oh, ik ben mijn stiefvader opgegroeid um, uh, dus... En die had het verteld? Ja, broertje, dat was Peter de Vries, alles kwam bij ons thuis. Wauw. Ik zweer, het ging een hele Tory erover schrijven en zo. Dus wow. ik heb het verhaal gewoon echt meegekregen, snap je? Damn. En mijn paas toen gewoon, mijn pa was groot, mijn paas toen gewoon gaan rennen, springen, duiken, alles is hij van het kasteel, van, van zo'n raam is hij naar beneden gesprongen. Is die gevallen in het ravijn. Is die zeg maar, blijven hangen bij zo'n zo bosje, struikachtig ja. in het ravijn. En dus die heeft hij daar volgens mij vier of vijf uren in het ravijn gelegen. En tot de, totdat de politie kwam en zo, gingen ze met honden en alles zoeken. Gingen we een paar schreeuwen, hebben ze hem gevonden. Ja, en toen is hij echt opgepakt ook daar. Met speciale vliegtuig weer terug naar Nederland gekomen. Hele... Hele actie. Dat is gewoon een film, hè? gewoon. Is... Ja, man. Hele actie. En heb je je vader ook dit soort dingen aan ook gevraagd van, hé hey, pa, hoe, hoe deed je dit toen? Waarom deed je dat? Heb je ook dit soort gesprekken ook met hem uh, gehad? Nee, niet echt. Nee. Waar, waar waren jullie close? Uh, is... um, kijk, weet je, sowieso, het was mijn stiefvader. Dus met mijn echte vader heb ik geen contact gehad of iets. Gewoon, ik ken hem eigenlijk niet. Dus vanaf klein al, ik heb geen uh, geen band met hem of niks eigenlijk. Je weet wel dus, wie die is. Je ik, nog... weet, ik weet wie het is, maar ja, zeg maar voor, voor, voor hoe ver ik terug kan denken, ja. gewoon vanaf twee jaar, drie jaar, wat ik alles wat ik kan bedenken is gewoon met mijn stiefvader geweest. Ja. Hij heeft me gewoon opgevoed, alles met hem meegemaakt. Um, zeg al deze, zeg maar dit soort dingen, al die verhalen, al die stories uh, gehoord. Ja, zeg maar, hij kwam ook, zeg maar, als beveiliger hij kwam vaak thuis ook met um, wapens die het afgepakt van mensen. Dus ik, ik was ook heel vroeg al bekend met wapens en ik zag al heel veel dingen, zeg maar, gewoon in huis, zeg maar. Snap je, in beslag genomen. Ja. Yeah. Zo. So, um, ja, dat eigenlijk. En uh, ja. Next helaas, level story, man. Yeah. Ja, helaas heb ik niet veel met hem over die dingen laten kunnen praten, want toen ik uh, 15 was, is hij overleden. Oh, shit, ik kon het Ja, uh, yeah, thanks. Met een uh, auto-ongeluk. Ja. Maar dat of heeft wel man. impact. Want, wat deed het met je op 15 jaar leeftijd? De enige mannelijke figuur, zeg maar, role model in je leven, die dan gewoon weg is. Dat, wat ja, doet man. zoiets met je, man? Ja, ja, met mij deed het wel echt wat, man. Ik zeg je eerlijk. Ook gewoon omdat, wat jij zegt, het is toch, je toch degene naar wie je opkijkt, die voor jou klaarstaat, die voor brood op de plank zorgt. En los van dat, hij was ook gewoon, hij was uh, 1,85 meter. 85, 140 kilo, maar gewoon getraind, kickbokser, alles. Dus je weet toch, het was ook een man van wie je denkt: van... Hij gaat... deze man gaat sowieso niet snel Er Is voor hem geschoten, is voor hem in de fik steken. Zo vaak, deed het... met hem gebeurt niks. Snap je, hij heeft in een auto gezeten, dubbel en dwars. Die auto is een blikje, hij komt eruit, alleen glasschijf in zijn gezicht. Dus ik dacht: van deze man is Terminator. Snap je, zo gewoon zag ik hem. Ja. En helemaal afgetraind, dat is gewoon paard, ja. snap je. Dus ik dacht: ja. deze man is Terminator, wie gaat hem. Uh... Ja. Je weet toch? En toen hij dan zo gewoon, man, auto-ongeluk tegen een vrachtwagen. Dus ja, dat is gewoon out of the blue. Dus toen had ik wel iets van... Uh, <coughs> Sorry, man. Had ik wel iets van, elke dag kan het leven gewoon voorbij zijn. Snap je? Ben je toen ook anders gaan leven? Want, want kijk, dat soort... Ik noem het trauma's. Die dingen die... die... Iedereen gaat er anders mee om. De ene gaat dan heel veel huilen, of de ander die slaat het op en het it changes something. Like, daarom wil ik achterhalen wat, wat die ervaring met je heeft gedaan. Wat iemand die zo close met je is ja. en die jij ziet als vader en die ook jouw vader is voor jou. Weet je, als stiefvader, soms is ja. het nog dikker dan je echte vader. Staan je wel vaak in het, ja, man. Um, ja, wat het bij mij echt had gedaan was, wat ik zei, echt dat besef gewoon: van uh, het kan elk moment over zijn. En bij mij was het ook gewoon van, ik was gelijk gestopt met school, ook. daarvoor was ik al lastig met school, maar toen was ik ook echt gestopt. Gewoon van, ja, ga ik op school doen. Man. Misschien uh, morgen loop ik ergens of metro uh, ontploft, bus rijdt me aan, iets, ga ik morgen dood, ik heb daar niks aan. Plus, zeg maar, uh, de kostwinnaar in huis, die was er niet. Uh, mijn moeder werkte ook niet. Ik heb nog een zusje, dus toen dacht ik gewoon van, uh, broer, ja, nu moet, nu moet, ik had nog een broer, ik dacht, nu moeten wij het gewoon gaan fixen, je weet het, toch? En mijn broer die ging heel snel vastzitten. Die had iets gedaan, die werd heel snel uh, ja. uh, al opgepakt. Zat hij uh, 2,5 jaar of zo, twee jaar zat hij al vast. Dus ja, toen. Uh, zo dacht ik: ik moet het doen. Ja, yeah, ik moet gewoon. Uh, Dat is ook al pressure, young boy. Want hoe oud was je toen? 15, 15, 15 ja. Dat is wel pressure hoor. Dat is pressure, Ja. Yeah. Yeah. Kijk, weet je wat het is? Mijn moeder is sowieso ook een soldaat. Hè? Mijn moeder is niet, uh, je weet toch dat mijn moeder uh, zielig in een hoekje zit of zo? Mijn moeder is een soldaat, dus zij zoekt ook gewoon haar eigen manieren en haar eigen opties om geld te verdienen. En daar even schoonmaken, daar even dat schoonmaken, ja. daar. Maar ik weet niet wat mijn moeder allemaal deed, maar ze, ze maakte gewoon haar pap ook gewoon een beetje. Ja. En ik was daar gewoon om haar gewoon te helpen. Als mijn moeder me gewoon zei af en toe van hey, ik heb geen geld voor de huur, ik geef haar geld voor de huur als ze het wel heeft, E. Hey, ik koop het voor mijn zusje de kamer, kom, we gaan naar kamer verbouwen. Dat heb ik gewoon altijd, altijd gedaan, zeg maar. Je weet ja. toch? Gewoon daar geholpen waar het, waar het moest, altijd mijn moeder gesteund. Dus ja, dat is gewoon, uh, dat heeft eigenlijk met me gedaan. En toen was ik ook zo gewend aan pap en aan doeko maken, ja. dat ik gewoon dacht van, broer, je weet het toch, ik, ja. ik heb dit niet nodig. Toen kreeg ik ook, uh, zeg maar, mijn relatie met die moeder van mijn dochter, ja. toen ik 15, 16 was. 15, net 15 volgens mij. Um, nog net 15, zeg maar, dus net geen 16. Kreeg ik kreeg ook een relatie met die moeder van mijn dochter, daar ben ik ook bijna 11 jaar geweest. Dus, je weet toch, ik, ik verdiende gewoon mijn geld, dus ik kon alles gewoon ja. betalen, iedereen onderhouden, ja. gewoon mijn dingen doen. Dus ja, dat was gewoon, uh, ja, was gewoon goed, maar mijn mama was zelfs zo'n soldaat. Zeg ik, ik was 16 jaar, mijn mama gaat met mij zeg maar, naar huurbedrijven om auto's te huren, op haar naam, voor mij zodat ze weet van ik ga mijn papa meemaken, snap je? Ja. Dus zeg ik mama, eerder toch, mama is echt voilà. lauw. <laughs> maar je ging auto's huren om je pa, om gewoon. Dus ik ging gewoon ja. auto's, mijn moeder ging auto's voor me huren, zeg maar. Ja. Bij een uh, huurbedrijf, bij een ja. speedcars of zo. Ja. En dan pakte ze gewoon die auto en dan kwam ze gewoon naar huis. Of dan stond ik gewoon om de hoek te wachten. Geef ze gewoon die auto aan me. En dan rijd ik gewoon, zeg maar, met die auto heel de tijd een maand of, of twee weken. Of, ja. Je Weet toch hoe lang die auto gehuurd is. Dus. Ja. En dat zo, dat ding mama gewoon, zeg maar, telkens voor mij constant. Ja, welke moeder gaat dat doen voor de zoon van 16? Ja, ja. Snap je eerlijk? Ja. Je moeder komt de auto huren voor haar zoon van 16. Broer ja. 16. Geen rijbewijs, niks. Ik heb ja. een rijbewijs pas gehaald toen mijn dochter is geboren, al die tijd zonder rijbewijs. Ja. Dat ik gewoon goed kan rijden. ik denk van broer, waarom moet ik het halen? Ja. Ik kan gewoon goed rijden. Ik rijd op iemand anders zijn naam, dat is niet nodig. Maar, maar en zo, heb je ooit je rijbewijs wel gehaald? Of? Ja, ja, toen mijn dochter is geboren. Toen dacht je van, ik ga. Ja, omdat ik, zeg maar, zeg voor mezelf maakt het niet uit. Ik was sowieso een boef, dus ik dacht sowieso altijd, ja, wat boeit het als politie komt? Je moet sowieso altijd rennen of wegrijden, je ja. gaat sowieso niet stoppen. Dus of je met rijbewijs rij of zonder. Dus zo, maar ja, als je een dochter hebt, broer, ik zit met mijn baby in de auto, ik krijg stoppolitie, kan niet racen, kan niet wegrennen, mijn baby achterlaten. Als ik stop zeg maar, ik heb geen rijbewijs, auto wordt in beslag genomen, sta ik daar langs de weg met mijn dochter in mijn hand, kan ook niet. Dus toen moest ik wel mijn rijwijs halen. Wauw, dus mooi ja. hè, die, 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 dat, dat, dat vind ik mooi, dat, dat jouw dochter, die zet je gewoon, door jouw liefde voor haar zet ze je gewoon op een rechte pad. Ja, man. Dat is wat ik bedoel. Dus jij ja, dus ja, denkt. Scheid, man, ik ben. Maar uh, jouw liefde, zeg gewoon. Nee, nee, nee. nee. Ik kan het goed achterlaten. Ja, dat, is, man. Dat, dat, dat vind ik. Dat is wat ik bedoel met keuzes. Ik heb zeg maar. Had ik ook wel eens in die podcast verteld. Ik heb zeg maar een voorstelling gemaakt. Een theatervoorstelling. Over mama, waar is papa? Dat is een voorstelling mm. waarin ik dus ga vertellen. Gewoon dingen die mannen eigenlijk nooit echt delen. Hun kwetsbare. Uh, dingen over hoe mijn vader er nooit voor mij was. Je weet toch? Hij ja. was ja, er vaker niet dan hij wel was. Maar dat heeft me veel pijn gedaan. Dat heeft me ook die bewijs gegeven. Ik ga, jullie, ik ga hem laten zien dat hij spijt moet hebben. Dat... Maar ik merkte gewoon aan heel veel mensen die ik sprak... dat ze ook een soort daddy-issue hadden, dat soort dingen. Dus vandaar dat ik op een gegeven moment dacht van... ik ga gewoon een theatershow samenstellen. En ik had dus een try-out. Ging supergoed. Het ding was gewoon op een gegeven moment uitverkocht. Ik schrok. Wat de fuck moet ik gaan doen? Moet ik bewijzen ook? Ja. Maar wat ik daarin merk, is zeg maar... Uh, ik vertel ook op een gegeven moment over die keuze. Ik haat mijn vader niet. Omdat als ik mijn vader haat, haat ik mezelf ook. Want ik ben 50-50. 50%, 50, 50 procent mijn moeder, 50% procent mijn vader. Ja. Dus als ik hem haat, had ik ook een stukje van mezelf. Want ik heb een stukje van hem in mij. Mm -hmm. Maar ik ben wel teleurgesteld in hem. Mm -hmm. Dat hij niet de keuze heeft gemaakt om er voor mij te zijn. Yeah. En wat ik mooi vind aan jouw verhaal ook, is dat je ook zegt. Dat is hoe ik ben. Ook naar mijn zoontje en ook naar mijn stiefzoontjes. Van je maakt de keuze. ...om een voorzitter te zijn en die keuze, dat vind ik het mooie, want jij kiest ervoor elke dag... ...nou man, ik wil jouw vader zijn man, ik ga, die rijbewijs, ga het rijbewijs regelen zodat jij nooit bang hoeft te zijn... ...dat ik je in de steek laat. Broeder ja, dat is diep man. man, I, I commend ik you je. for that. Ja, man, man. je ik bedoeld, Dat zijn ja, dingen, man. daarom vind ik dat verhaal verhalen belangrijk... ...omdat iemand die, dit, die nu dit kijkt, die kan ook denken, hey, wacht eens even, ja man, ze hebben gelijk. Ik moet mijn ego aan de kant zetten of maar hoe heet het? Het gaat om mijn kind. Mm -hmm. dat, is mijn, dat is die keuze die ik moet ja, maken. Ja, als dat, dat moet je prioriteit zijn eigenlijk. Ja, maar het, is, het is niet zo makkelijk omdat iedereen met hun eigen emoties zit en Klopt. demonen en rare dingen. Weet je, daarom kan ik mensen nooit judgen. Maar wel op een gegeven moment, wanneer je steeds dezelfde fout aan het maken bent. Oké, okay, kom maar. Maar precies dat. Ook wat jij zegt over je pa, broer. Ik ben ook niet boos op mijn pa of op ja. mijn biologische vader. Ja. Ik ben ook niet boos op hem of ik ja. haat hem niet. Maar broer, ik vind het gewoon, wat jij zegt, ben ik gewoon teleurgesteld. Ik vind het gewoon kakker. Ja. En vooral, kijk bij ons, zeg maar, in huis, mijn stiefvader is gewoon streng ook. Hij was gewoon streng. Hij was 1,85 meter, 85, maar broer, hij gaf ons ook gewoon pakjes. Hij, ja. hij was Jo, was getuige, dus wij zijn opgevoed als Jo, was getuige. Nooit Sinterklaas vieren, geen enkele feestdag vieren, geen verjaardagen vieren, nooit. Dus heel mijn jeugd, ik heb geen enkele feestdag gevierd. En ja, wij kwamen gewoon. Zeg maar, mijn stiefvader heeft ook gewoon vastgezeten, omdat hij ons zo erg heeft mishandeld dat het op school ging opvallen en zo. Mijn biologische pa wist al die dingen. Toen zat ik gewoon in groep 4, groep 5. Al die jaren, mijn biologische vader heeft nooit de moeite gedaan, via de rechter of via wat dan ook, om minstens een uurtje bezoekrecht voor ons te regelen. Zodat we minstens één uurtje loszo zijn en één uurtje even, je weet toch? Ja. Kunnen rusten, gewoon even kunnen flexen, ja. zonder op onze tenen te lopen, hele jeugd. Zelfs dat heeft hij nooit gedaan, bro. En Niet eens over alimentatie, dat heeft hij nooit gegeven, maar dat interesseert ook niet. Maar ik bedoel gewoon van broer, als ik zou weten nu, zeg maar van Hé, hey, ik ben niet met de moeder van mijn ja. kind samen en iemand mishandelt mijn dochter of mijn zoon en hij gaat ervoor naar de gevangenis alles en hij komt buiten en gaat weer met die moeder. Hij gaat weer terug naar daar. En ik denk gewoon, ja, ik laat niks weten gewoon. Ja. Ik ga gewoon door met mijn eigen leven alsof niks aan de hand is. Gewoon, ik heb geen kinderen, ik ontken ze gewoon, broer. Dan wat, ja. wat verwacht je van mij? Ja. Dat nu dat ik groot ben, nu opeens dat ik rapper ben. Zegt hij tegen mensen, ja, hey, dat is mijn zoon. Leg die mensen uit. Ik ben niemand zo broer. Die dat is gek. Ik weet niet wat die man is. Die man ja. praat zomaar. Snap je? Ja. Maar broer. Zo werkt het ook niet, toch? Maar ga je gelijk terug ook? Want ik denk dat kinderen de, Ja. blijven. Ja, het, het is niet dat ik zeg maar, per se terug ga naar daar of zo. Maar het is bij mij gewoon van: broer, tot de dag van vandaag. Die man ziet, ik ben op tv in een serie. En hij, hij heeft ook nog een dochter met een Marokkaanse vrouw. Dus mijn halfzusje, zeg maar. Maar met haar heb ik wel contact. Dus met haar heb ik wel contact, sinds een paar jaar, ik denk drie, vier jaar. Dus met haar heb ik wel contact. En zeg maar, hij zegt dan tegen haar bijvoorbeeld van, hé, uh, hey, je broer is op tv. Dit, dat. Maar broer, mijn tante, want ik woon ook bij mijn tante in, in Zuid, mijn tantes hebben mijn nummer. Mijn oom heeft mijn nummer. Mensen uit mijn familie hebben gewoon mijn nummer. Maar je bent nu nog steeds, vandaag de dag, niet mans genoeg om mij een berichtje te sturen. En mij te zeggen van, hé, hey, zo en zo en zo, of hé, hey, sorry voor dit en dat. Gewoon niks. Dan moet het van mij komen, zeg maar.